Hey, goedemorgen, het is zaterdag 18 juli, het is 8:30. Ik ben gedoucht, ik ga me klaarmaken en dan bezig. Onze eerste stop is vandaag de route. En Verdi is ook mee. Wow, mijn gezicht lijkt vet geel. Maar we zijn nu bij de Gulf. Even tanken en een aanhangwagen halen. Verdi is er ook, Verdi zit daar. Ondercover. Daar. En ik vind mijn mascara niet leuk. Mijn rimmel mascara is op. Dus ik heb nu de Lash Princess van Essence op. Die heb ik bij de Beauty Gloss Party gekregen. Maar die vind ik niet zo mooi. Dus ik moet eigenlijk weer mijn eigen halen. En helemaal voor de bruiloft wil ik gewoon mijn eigen mascara. Dus de bak halen en dan gaan we naar Hoogstrand. En dan ga ik nog even bij mijn papa langs. Ik ben bij mijn papa thuis. Kijk, hier zit mijn oude bank onder. Maar dat zie je niet. Dat zie je niet. We hebben deze mensen getild. Nu zie ik echt dat ik een dikke kop heb, joh. Maar wij zijn in het huisje van Felix's nichtje. Die wordt gebeld. En ze gaan nu de band naar boven tillen, dus ik kan niet helpen. Dus ik zit gewoon lekker. Het is mooi weer vandaag. Weet je wel. Zo, de grote dingen zijn verhuisd. We hebben de aanhangwagen teruggebracht. Ik heb geholpen, ja. En nu is het tijd om even lunch te gaan halen. Het is 2:30 volgens mij. Dus we gaan even lunch halen en dan gaan we terug naar het huis van Freddy's nichtje. En dan ga ik helpen. Kijken wat we moeten doen. Ik kan niet veel doen, maar gewoon de kleine dingetjes. En daar, ik zie iets van een festivalachtig iets, maar ik weet niet wat het is. En ik kon het ook al niet vinden. Tenten en weet ik veel het allemaal. Heel cool. Daar zag ik gisteren ook water spuiten en zo. Ik ben echt benieuwd wat het is. Hey. Dit is onze lunch van vandaag. We hebben salade en kokos en mango en... Ja, nog een mango en dit is meloen. Cantaloupe meloen. Lekker. En we hebben sapjes. Sapjes, mango, coconut. En hier, dit is een of andere tropische. Oh, dit zie je helemaal niet. Zo, tropische. En dan hebben we blokjes kaas, maar die hebben we al bijna opgegeten in de auto. Oh. Dus de rest is van Verdi. En carrot cake. En deze man is al heel druk bezig geweest, hè. Zo. Oh, lekker! Kijk waar wij weer zijn. Kijk deze dan. Maar hier, je moet onderstel kopen en... Oh, die is wel mooi. Ja, en ik dacht eerst deze, weet je maar. Nee. Maar nee. Maar nee. Allee. Verdi is druk bezig met de lamp hangen. En ik kan nou niet zoveel doen overdraaien. Ik denk dat ik hem verkeerd zie. Ja? Even in het boekje kijken. Ja. Dus ik heb thee gemaakt, lekker thee drinken. Ja, dat toch? Ja. Deze mensen hebben mijn bed in elkaar gezet in 10 minuten. En ik ben van de opruimbrigade. Het is 10:50. En we zijn bijna klaar, denk ik. Ja, ik zei, deze mensen kunnen pas een bed in elkaar zetten. Dus hebben ze in? Nou, een kwartiertje gedaan. We zijn er niet klaar, hè? Nou, bijna wel. Is line up. Ik steun jullie hoor, vanaf hier. Oh shit. Wauw. Wat was het? Dit was echt snel hoor. Het is 11:15 en we zijn thuis. En kijk wat we gaan eten. Een pizza sujuk. Met heel veel knoflooksaus. En Fernandes. Hey, het is 12:30 en ik ga slapen. Ik ben echt moe. Kapot. Alles doet me pijn. Ik ga morgen echt uitslapen. En ik zie jullie morgen. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen wel te rusten.
Doei. Goedemiddag. Het is zondag 19 juli volgens mij. Ja, het is 1:15. Ik ben hartstikke moe, hartstikke kapot. Mijn lichaam heeft pijn. Ik heb een smoothie gemaakt, lekker, met banaan en mango, want oh, ik heb zo ongezond gegeten. Ik kan echt niet meer. Ik heb een wasje erin. Het regent echt super hard. Ik hoef vandaag alleen mijn boodschappen te halen. Ik ga vandaag gezond eten en helemaal niks doen verder. En dit is mijn ontbijt. Groot brood met kaas, een smoothie van banaan en mango en een kopje thee. Hallo, wij zijn gedoucht. Freddy is achter mij op de fiets. Mijn fiets is er niet, dus ik ga lopen. Maar ik durf niet achterop, want straks val ik, want ik ben heel klunzig. We gaan even boodschappen doen. Ik ben eigenlijk te moe om wat te zeggen. Ja, Freddy is te moe om wat te zeggen. Maar dat hoeft niet. Ik zeg wel dat we heel moe zijn en heel brak. Dus we gaan even wat boodschappen halen en wat gezonde dingen. En dan zal ik thuis op de bank met een deken film kijken. Zo, we zijn weer thuis van boodschappen doen en ik ben echt super moe. Ik zit op de bank en ik ga even een soort van lunchen om 4 uur en lekker film kijken. Dit is mijn lunch, cornflakes. En dit is de film die ik ga kijken, The Best Man Holiday. Het is volgens mij echt een kerstfilm, maar boeien. Nee, ik ga Het was heerlijk. Ik had het echt even nodig. Ik heb ook echt een masker nodig. Maar in ieder geval, ik heb super lekker gegeten. We hebben 3 afleveringen van The Modern Family gekeken. Dus dat was ook even leuk.
Ik ben nog steeds moe. Ja. Ik weet even de keuken al opgeruimd. Er zijn nog een paar dingen die afgewassen moeten worden. Maar hebben we allebei geen zin in. Dus dat doe ik straks wel even. Ah, mijn benen doen zelfs pijn. Alles doet pijn. Als ik opsta, dan sta ik echt op als oud wijf. Maar ja. Ik ga denk ik maar even YouTube filmpjes kijken op mijn telefoon. Ik weet het niet. Vandaag, deze dag telt niet mee. Morgen is weer een nieuwe dag hoor. Hallo. Dat is heel raar. Het is 11:30 en wij gaan slapen. Doei. Ferdi. Doei. Ferdi zegt doei. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen. Wel rusten. Doei. Be your own kind of beautiful.